Elizabeth Samson was de eerste zwarte vrouwelijke miljonair in geheel Amerika. Deze historische figuur is dus van grote betekenis voor de huidige Surinaamse samenleving en voor personen in de Afrikaanse diaspora. Dit heeft de Surinaamse auteur, tevens voorzitter van de stichting Elizabeth Samsons Huis, Cynthia McLeod, na 4 jaar archiefonderzoek bewezen met feiten en documenten. Gisteravond heeft zij in het auditorium van Self Reliance een presentatie gehouden over een ambitieus project van de stichting. De stichting zal namelijk het huis van Samson aan de Wagenwegstraat nummer 22 op een bijzondere wijze in ere herstellen. Het monumentale pand heeft namelijk een rijke geschiedenis en mag dus niet verloren gaan, haalde voorzitter McLeod aan. Zij ging allereerst in op het leven van de legendarische Elizabeth Samson. Koloniaal bestuur en van al die witte mensen hier. Want we praten over de 18e eeuw, toppunt van slavernij. Wij zijn allemaal Surinamers, als we onze geschiedenis kennen, dan weten we hoe men dacht over negers en zwarte mensen. Ze waren niet eens mensen, ze waren dom, ze waren onontwikkeld, ze hadden geen intelligentie. Als zwarte mensen al intelligent zijn, nou ja, dan is het hooguit het niveau van een kind van 8 jaar. Ze kunnen niks, enzovoort, enzovoort. Elizabeth bewees elke keer het tegendeel. Elizabeth bewijst elke keer het tegendeel. Ze is verschrikkelijk ontwikkeld. Ze schrijft, ze doet haar eigen dingen. Hè? En ze wordt schatrijk. Nou, dat ze wilde gaan trouwen, daarom, niet omdat alleen maar wat ze rijk was, daarom denk ik dat we haar herinnering liever moeten houden. McLeod wees er ook op dat Samson nooit een slachtofferrol heeft gehad, terwijl de doorsnee gekleurde persoon zich wentelt in die rol. De stichtingsvoorzitter nam de aanwezigen ook mee in het voortraject van de aankoop, restauratie, inrichting en exploitatie van het pand. Ze gaf aan dat de aankoop van het gebouw niet van een leien dakje is gegaan. Samen met de mensen van het ministerie van Arbeid zelf. Gevraagd, kunnen wij het gebruikerrecht krijgen? Samen met het ministerie van Arbeid. We gaan er iets moois mee maken. We gaan er een prachtig inrichten. He? Nou, in die fase, dat is 2 jaar geleden, ging ik terug naar Holland. En vertelde ik, ging ik bij de postcode loterij, om ze te zeggen van, ja, eigenlijk wil de overheid het verkopen. Nou, de directeur van de postcode loterij, die sprong meteen op. En die zei van, koop het! Ik zei, meneer, hoe gaan we het kopen? We hebben geen mooie cent. En toen zei de postcode loterij, wij kopen het voor jullie. Dus, dat gaat gebeuren. Ze hebben het geld gereserveerd en hij zei, doe ze een bord. Doe een bord. Doe een bord van 500.000. En dat hebben we gedaan. We hebben een bord gedaan. Mogen wij het kopen voor 500.000? En de Surinaamse overheid heeft dat toegestaan. Het is behandeld in de ministerraad en wij mogen het kopen. We kopen het dus voor 500.000 en de postcode loterij heeft het geld hiervoor gereserveerd. Maar we hebben het nog niet gekocht, want de minister is niet hier, jammer genoeg, want de minister heeft het koopcontract nog niet gemaakt. Dus daar wachten we op. En zodra dat zover is, hè, hier, het is al behandeld in de Raad van Ministers, dat het verkocht mag worden. En de minister van RGB heeft ook al de opdracht gekregen om het koopcontract te maken, maar hij heeft het nog niet gedaan. Andere belangrijke dingen. Ja, maar dit is voor ons heel belangrijk. Maar, het eerste gaat het natuurlijk gerestaureerd moeten worden. Want u hebt gezien, het heeft bijna acht jaar leeg gestaan en u hebt gezien, in deze staat is het. Ja? Het moet een grondige restauratie krijgen. En die restauratie had ook een 500.000. 600.000 gaat die restauratie krijgen. En natuurlijk moeten we zorgen dat we dat geld krijgen. We moeten geld vinden om het te restaureren. En daarom bent u hier. McLeod deed een beroep op de totale samenleving om te helpen bij de restauratie van dit pand. Ze hoopt dat het bedrijfsleven zich ook zal committeren aan dit mooi project. McLeod ging tenslotte in op de inrichting van het gebouw en waarvoor het verder aangewend zal worden.